Naam van de Vader, Zoon, de Heilige Geest en God, Amen. Welkom terug bij een nieuwe aflevering van de hemel op aarde. Afgelopen aflevering hebben we eigenlijk een globaal beeld gecreëerd over de gebeden in de kerk. En vandaag gaan we inzoomen op de eerste stap van de dagelijkse cyclus, namelijk de lofprijzing van Vespers. Ofwel, Vespers is eigenlijk een ander woord voor het avond, weer ook gebed. Dus we gaan inzoomen op de lofprijzing die daar vooraf aan gaat. Dit kunnen we dus zien. Eigenlijk kunnen we zien dat de Dag ingedeeld is uit een avond en een ochtendgebed. Dit kunnen we eigenlijk zien als een eerste gedeelte van het avondlofprijzing. Eigenlijk zien we dat we de hele dag door bezig zijn met het lofprijzen van God. Dit is het gedeelte van de avond. En eigenlijk kan je het ook zien als een kortere versie van de lofprijzing van middernacht. Ofwel gewoon, dat we allemaal kennen en ook vaak aanwezig zijn. Uh, een kortere versie waarbij stukjes eruit gehaald zijn die specifiek ook op dat moment geprezen worden. Voor deze lofprijzing hebben we nog het 9e, het 11e, het 12e uur van de Ekbea en in kloosters ook nog het gebed van, de lof, uh, van, de, van het voorhangsel. Dus we hebben uh, te beginnen met de Ekbea altijd van het 9e, 11e en 12e uur, vervolgens de lofprijzing van de Vespers en vervolgens pas de Vespers. Vandaag dus gaan we inzoomen op de lofprijzing van de Vespers. En eigenlijk gaan we tijdens deze uitleg heel erg duidelijk zien waarom we eigenlijk lofprijzing zeggen. Want we zeggen steeds lofprijzing, lofprijzing, een beetje een gek woord. Maar we gaan tijdens deze uitleg zien waarom we precies lofprijzing zeggen. Let daar, probeer het tijdens het filmpje goed daarop te letten. Ten eerste beginnen we met... Psalm 117, die leidt, de eerste drie woorden daarvan zijn, ni is nos ofwel looft de Heren. Daar beginnen we al, loven, dus loven of prijzen aan de Heren. En het eigenlijk is het een mooi begin waarbij iedereen opgeroepen wordt, het hele volk wordt opgeroepen, om de Heren te prijzen. En het is, heeft deze, deze lachen of deze, uh, deze hymne heeft een hele lange. Uh, melodie die eigenlijk uitnodigt om iedereen om mee te doen en steeds ook uh, dieper te gaan lofprijzen aan God. Vervolgens komen we gelijk aan bij het, de vierde hoos of het vierde kanticum. En het vierde kanticum, dat noemen we het vierde kanticum, omdat hij tijdens de lofprijzing van middernacht is, hij pas nummer vier, maar hier is het al gelijk op nummer twee. En wat, is, wat betekent kanticum, wat betekent hoos? Nou, je kan het al bijna raden: lofzang. Dus Vandaar dat we dus steeds zeggen lofprijzing aan God. We zijn eigenlijk de hele avond en de hele dag bezig met het lofprijzen van God. Nou, waar bestaat die vierde, het vierde kantikum uit? Bestaat uit Psalm 148, 149 en 150. En wat staat daarin? Nou, dat eigenlijk iedereen op aarde God moet prijzen. Zowel mensen als dieren als alles wat op aarde rondloopt, prijst God of leeft om te prijzen aan God. Gaan we verder. Uh, we hebben gezegd dat dit een dagcyclus is, maar in die dagcyclus is er een, zijn er twee onderdelen die steeds veranderen. Namelijk de psalie van de dag, daar gaan we het nu over hebben, uh, en de theotokie van de dag. Eerst even de psalie van de dag, dat is eigenlijk een lofzang voor de Heer Jezus, specifiek eigenlijk de volledige focus op de Heer Jezus zelf. En de, de naam van Jezus, dus het woord Jezus, wordt ook heel vaak herhaald tijdens deze lofzang. En we herinneren ons dat God ons eigenlijk beschermt en ons van de boeien van de duivel heeft bevrijd. En een, een fun fact over deze psalmi is dat eigenlijk bijna altijd of bijna dagelijks is de psalmi geschreven met in alfabetische volgorde. Dus elk couplet begint met de letter van het koptisch alfabet. Zoals de psalie van de dag elke dag anders is, is dus ook de theotokie van de dag elke dag anders. Dus we hebben elke dag wel een psalie en wel een theotokie, maar elke dag een andere. Theotokie komt van Theotokos, de moeder van God. Dus eigenlijk een lofprijzing voor de moeder van God. Voor de moeder gods. En niet specifiek voor de moeder God zelf, maar voor haar rol in het verlossingsverhaal. Zij heeft een enorme rol gehad door haar. Uh, door de vleeswording die middels haar heeft plaats kunnen vinden. En die zien we eigenlijk terug. En dat verhaal zien we eigenlijk terug in de Theotokie. Wat ook erg belangrijk is. En eigenlijk een doel is van lofprijzing in onze kerk. Als je goed focust op de teksten van de lofprijzing. En vooral van, die, van de Theotokie. Dan zien we eigenlijk dat er teksten zijn met erg diepe theologische betekenissen. Als je daarin terugleest. Dan zie je echt. De natuur van Christus wordt uitgelegd, hoe de Heilige Drie-eenheid werkt, uh, hoe de staf van Aaron, allemaal dingen van het Oude Testament en het Nieuwe Testament worden uitgelegd tijdens de uh, Theotokie. Dus soms is het apart van de lofprijzing ook heel mooi om af en toe alleen te focussen op het gebed en wat er nou precies staat. Want dan leer je eigenlijk al heel veel over de christelijke uh, leer. Deze tekst stamt daarom ook af. Van de, de leer van de paus Cyrillus I en andere hele vroege kerkvaders, die eigenlijk vaak ook antwoord gaven op ketterijen middels deze teksten. En van die teksten, van die originele teksten, is eigenlijk gelijk ook afgestampt de Theotokie van vandaag. Dus als je ergens over twijfelt, kan je dat als een hele mooie bron gebruiken om antwoord te vinden. En dan hebben we de melodie daarvan, de melodie van de Theotokie, die is ook afhankelijk van wat voor dag het is. We hebben twee soorten melodieën. We hebben de Watos-melodie en de Adam-melodie. En dat is ook afhankelijk per dag. De Adam is uh, de melodie die we gebruiken van zondag tot en met dinsdag. En de Watos gebruiken we van woensdag tot en met zaterdag. Uh, verder, ja, die melodie scheelt wel, maar de essentie van een psali en de essentie van een Theotokie is dus echt elke dag hetzelfde. De essentie van een psali is echt de naam Jezus of God zelf prijzen en in de Theotokie herdenken we het verlossingsverhaal middels de Moeder Gods. Uh, vervolgens komen we aan bij een uh, lastig woord, het heet Antifonarium, in het Arabisch wel Difnar, en dat is eigenlijk de Heilig van de Dag. En uh, de Heilige Van de Dag wordt dagelijks herdacht hier, uh, omdat we eigenlijk de, het geloof van die Heiligen moeten nemen als voorbeeld voor ons eigen geloof. Zij hebben. Hun hele leven tot hun dood, eigenlijk een heel mooi, sterk geloof in Christus gehad. En dat zijn eigenlijk dingen waar we alleen maar van kunnen leren. We zien ook hun moeilijkheden terug. Dat staat ook in de Difnaar. Wat voor moeilijkheden ze hadden en wat voor moeilijkheden wij ook kunnen hebben. En dat is eigenlijk het ultieme voorbeeld wat wij kunnen gebruiken om ons geloof in Christus te versterken. De Difnaar heeft een introductie in het Koptisch en vertelt dus eigenlijk het verhaal van de Heilige van de Dag. Vervolgens komen we bij de beëindiging van de Theotokie. Dat heb je ook dagelijks. Dagelijks is de beëindiging van de theotokie, en die heb je ook weer in twee types. Je hebt de Watos-beëindiging en de Adam-beëindiging. En uh, eigenlijk hebben ze beide net een ander thema. Het thema van de Adam is gevoelens van brouw en biecht en vertrouwen. We komen richting het einde. We willen meer brouw en biecht uh, en biechten, zodat we eigenlijk meer onszelf kunnen voorbereiden op het hiernamaals. En de Watos is echt specifiek. De verwachting van de vreeswekkende wederkomst van de Heeren. En eigenlijk ons verlangen naar het eeuwige leven toe. Dus dat hebben we al een hele avond hebben, we dan lof geprezen aan God. En dan verlangen we eigenlijk al om in de hemel te staan. We hebben al zo erg nagebootst in de hemel te staan en lofprijzen met de engelen. dat we eigenlijk niet meer kunnen wachten om dat ook in de hemel te kunnen doen. Dit was de uitleg over de lofprijzing van Vespers. Ik zie jullie volgende aflevering waarin we de vespers in detail zullen bespreken. Glorie is aan God tot in eeuwigheid. Amen.